Dan een actuele oproep van de politie in Amsterdam. Daar kunnen rechercheurs alle hulp gebruiken bij het ophelderen van een misdrijf afgelopen weekend. Dit is het Jeltje de Bos camperpad in Amsterdam Oud-West, vlakbij de Overtoom, afgelopen zaterdag. Er staat een container van de politie om sporenonderzoek te doen, omdat in een van de appartementen daar die zaterdagmiddag een dode man werd gevonden. Bleek de bewoner van het appartement, de 58-jarige Kenneth Ronaldo Richards. Kenneth Richards, zijn bijnaam was Flaco, was uitbater van een café in diezelfde wijk, nachtcafé Casanova aan de Loodstraat. Aan de telefoon hebben we nu mevrouw Lust van de politie in Amsterdam. Mevrouw Lust, Kenneth Richards werd slachtoffer van een misdrijf. Waar kunnen we nu op dit moment bij helpen? Ja, we proberen nu vooral de laatste 36 uur van zijn leven in kaart te brengen. Kenneth Richard, zijn levensloze lichaam, werd zaterdagmiddag de 25e om ongeveer 12 uur gevonden aan het Jeltje de Bos camperpad dus. Het laatste moment dat we zeker weten dat hij nog in leven was, was in de nacht van donderdag de 23e op vrijdag de 24e. Toen was hij in zijn café Casanova aan de Loodsestraat. En op dit moment willen we graag zoveel als mogelijk informatie over wat er met Kenneth of Flaco in die 36 uur na die nacht dus is gebeurd. Dank mevrouw Lust. We zetten uw eerste vragen nu op een rij voor de mensen thuis. Om te beginnen wil de politie dus in contact komen met iedereen die Kenneth Ronaldo Richards tussen afgelopen donderdagnacht en zaterdagmiddag nog heeft gezien of gesproken. Dit is dus een foto van het slachtoffer. Daarnaast kunnen er natuurlijk in die 36 uur verdachte zaken gezien of gehoord zijn rond het appartement waar Richards om het leven is gebracht. Woont u daar in de buurt of was u daar toevallig? Denk dan alsjeblieft na of u daar misschien mensen of voertuigen heeft gezien waarvan u nu denkt dat ze met zijn dood te maken hebben. En dat geldt natuurlijk ook voor mensen die iets aparts hebben gezien rond zijn café, café Casanova. En uiteraard willen we ook in contact komen met bekenden van Kenneth Richards die kunnen vertellen wie of wat er achter zijn dood zit. Het snelste is nu de tiplijn hier in de studio bellen. U mag ook anoniem bellen, dus met M. Of een afspraak voor een vertrouwelijk gesprek met de politie maken via dat team, dus Nationale Team Criminele Inlichtingen.